3FM. VPRO. Podcast. Podcast van VPRO 3 voor 12 over de muziekindustrie. Atze de Vriese en Malou Mirema praten hierbij over het belangrijkste nieuws achter de schermen. Welkom bij de machine. Als ik goed geteld heb, zitten we bij aflevering 187. We zijn aangekomen in de pre-ADE-week. En dus is dit een aflevering waar ik eerlijk gezegd een klein beetje tegenop zag. Want Niels Alberts, de laatste keer dat jij op een dansvloer stond, was Depeche Mode nog een hippe synthpopband. Ja, en nog een keer op een bruiloft. Northern Soul tijdperk heb je ook meegemaakt, denk ik. Zeker, zeker. Toen Elvis net begon, was ik er al bij. Maar gelukkig kwam daar verlossende woord. Malou Mirema is er weer bij. Yay! Ben je ADE fit? Ja, ja, zeker. Ik heb ook heel veel zin in. Ik dacht vooral ook van, ja, ik kan jullie twee boomers toch niet met z'n twee over ADE laten praten. Nee, zeker niet. Zeker niet. Zeker niet. Dat gaan we dus uitgebreid doen. Zometeen we gaan het hebben over Club Raum. Die club die vorig jaar knarsetandend langs de zijlijn stond en dicht moest blijven. Nu zijn ze erbij en ze gaan Sven Bijma van Club Raum gaat uitleggen hoe dat allemaal zo ging het afgelopen jaar en hoe het nu gaat. En we gaan het natuurlijk hebben over AI. ADI. Maar eerst, waar gaan we het niet over hebben? Ja, Niek Murray kondigde deze week zijn vertrek aan bij Pinkpop. De festivalmanager was in principe de opvolger van Jan Smeets. Al mochten we hem absoluut geen Mr. Pinkpop noemen. Nee, dat mocht niet, hè? Nee, daar was hij op tegen. Nou ja, en dat blijkt nu ook. Volgens Murray is het afscheid in goed overleg gegaan. En hij denkt na over de volgende stap in zijn carrière. Ja, dat was een kort statement waar wij heel veel vraagtekens bij hebben van wat is hier de achtergrond van, maar we weten het niet. Nee, en ik geloof dat jij gebeld hebt met Niek of wilde bellen met Niek en dat hij het graag bij de hij e-mail... Het graag bij het statement. Ja, hij wilde het graag bij het statement houden. Hij gaat iets anders doen. Ja. De Belgische consumentenorganisatie Test Aankoop trekt ten strijde tegen festivals als Tomorrowland en Rock Werchter vanwege het naleven van de algemene voorwaarden, de kleine lettertjes. Zoals gemeld door De Morgen gaat het om zaken als verborgen kosten bij de kaartverkoop en het al dan niet aannemen van contant geld, wat in België verplicht is en wat ze in Nederland ook verplicht willen stellen. Daar hebben we het al eerder over gehad. Ja, en dan gaat het dus niet alleen om dat je bijvoorbeeld bij de kassa muntjes moet kunnen kopen met cashgeld, maar ook bijvoorbeeld een parkeerticket, als je daar die parkeerplaats op rijdt, dat je handje contantje een ticket moet kunnen afrekenen. Ja, en volgens mij, ik las het in De Morgen ook, ze betalen daar België niet vaak met muntjes, maar met bonnetjes. Papieren bonnetjes, waarvan ik ook denk dat lijkt me heel fraudegevoelig. Dat lijkt me ook heel vervelend. Ja, dat lijkt me ook heel vervelend. Bonnetjes? Bonnetjes. Dat is heel vaak het betalingsmiddel op Belgische festivals. Dus echt van die soort kleine ticketjes. Die kinderpostzegels. Die kermistikketjes. Ja, een beetje van die bioscoopkaartjes uit 1954. Oh, ja, nee. Ik ga all-out boomer deze aflevering. Wow. Ja, heb je dat meegemaakt? Nee, maar ik was er ook over verbaasd, zeg maar. Omdat je zit in een omgeving waar het bier over de bar vloeit en waarbij ik denk dat papier gewoon niet het verstandigste betaalmiddel is. We gaan het er niet over hebben. Ja, goed. Gisteren is officieel de rechtszaak tegen rapper Diddy begonnen. Hij zat al sinds half september vast op verdenking van het runnen van een criminele organisatie om zijn lusten te bevredigen en mensen af te persen. Er zijn al 120 mensen die individueel een rechtszaak hebben aangespannen tegen de artiest. En nu moet hij voor het eerst voor de rechter verschijnen. Ja, ik mocht gisteren in zowel het Jeugdjournaal als Nieuwsuur uitleggen wat hier aan de hand was. En dat is toch wel fascinerend om binnen 2 uur tijdverschil aan 2 totaal verschillende doelgroepen uit te leggen wie Diddy is. Want ze weten het allebei niet. Want ze slaan natuurlijk allemaal aan op die verhalen van die 1000 flessen babyolie. Dat, ja. Ja. Wat een zaak, man. Ja, ik las ook in de Volkskrant een soort analyse / achtergrondverhaal. En daar werd ook al heel uitdrukkelijk opgeschreven dat hoe besmettelijk deze affaire is, dat er echt wel gesuggereerd wordt door de aanklager dat er heel veel andere mensen, bekende mensen bij betrokken zijn. En dat ze echt tot het gaatje gaan, zeggen ze. We gaan het merken. We gaan het de komende weken, maanden volgen. Dan nog even een paar mededelingen. We hebben een WhatsApp-groep. We hebben het vorige week over gehad. En de overweldigende reactie was, ja, dat willen we. Wij weten nu nog niet of het een goed idee is, want er zitten nu al 600 mensen in te kakelen. Ja, echt non-stop ook. Mijn WhatsApp gaat ook trager nu door deze appgroep. Ja, ik zat dus ook te denken, het zou dus kunnen dat wij zo geïnspireerd raken door deze WhatsApp-groep dat we straks elke dag een podcast moeten maken. Een soort Boekenstein in de wijk met woensdag kijkersvragen, luisteraarsvragen. Mwah. Het zou ook kunnen dat we terug moeten naar 1 keer in de 2 weken, omdat we gewoon
te veel tijd kwijt zijn aan die WhatsApp-groep. Omdat alle juice daar wordt besproken. Of die hele appgroep na een week gewoon killen, omdat het gewoon too much wordt. Ik vind het leuk. Ik vind het ook heel leuk. Ik vond vanochtend, voordat we deze gingen opnemen, er was een hele zinvolle discussie. Ik sluit niet uit dat we een soort een klein beetje moderatiebeleid erop gelost gaan laten. Ja, ik denk het ook. Moet zich even gaan vormen, toch? Precies. Iedereen is nu nog even een beetje aan het stuiteren. Ja, hou het netjes, jongens. Ja. Ja. Nog een mededeling. Volgende week, dat is ADE, dat hadden we net al gezegd. Maar dan zijn wij ook op ADE. Dat is op donderdag, de 17e, om 4:15. Zitten we in de brakke grond met The Prophet, de hardstyle DJ. En hardcore deed hij ook, toen was hij ook een pionier bij. Er is een biografie geschreven over deze man die DJ pensioen is, door Arne van Terphoven. Ze zijn met z'n tweeën te gast in de machine. Dat betekent dat de gewone machine er dus niet is volgende week. Dat deze aflevering zal iets later online komen. Maar het wordt wel leuk. En je kunt erbij zijn als je een ADE Pro of Lab Pas, weet ik wat er pas... hebt, kun je erbij zijn. Moeten we daar geen borrel organiseren voor de WhatsApp-groep? Of is dat alweer een beetje te vroeg? Dat vind ik nog een beetje te vroeg. Okay. Eerst appen en dan pas fysiek contact, Niels. Oh ja, sorry. We gaan het over ADE hebben. De zomerfestivals zijn definitief voorbij. Het regent buiten, het is koud. Dus we gaan de clubs in. En dat is altijd dus een mooi moment voor Amsterdam Dance Event. Namelijk een festival en een club-event tegelijk. Heb jij al zin om de clubs weer in te gaan, Malou? Ja, zeker. Is het seizoen daar... Ja, zeker. Ja, ik heb er heel veel zin in. Zeker gewoon zo na de zomer. En ik heb gewoon het idee dat er wel weer... hoe zeg je dat? Het mag wel weer even gebeuren. Er mag wel even weer wat nieuws gebeuren. Ik heb een beetje het gevoel, maar ik ben echt een buitenstaander in het Amsterdamse nachtleven, dat het een beetje een downtime is. Ja, dat denk ik ook. Ik heb het de school idee... is dicht. Ja, ik heb ook wel het idee dat de sluiting van de school... heeft wel echt een krater geslagen in het Amsterdamse nachtleven. Ik bedoel, een club als Skatecafé staat iedere week gewoon standaard vol. Je hebt van die plekken zoals Nachtbar die het echt wel heel erg goed doen. Maar tegelijkertijd heb ik ook een beetje het idee dat... ja, op het moment dat ik bijvoorbeeld nadenk over... waar zou ik heen willen gaan dit weekend... dan is er eigenlijk geen club die mij standaard trekt. Het gaat echt op losse promotors, individuele feestjes. Ligt dat feestjes. Aan jou? Of, Nou ja, ik denk dat dat wel een wat breder sentiment is. Dat wordt gedeeld omdat een heleboel... ja, best wel veel programmeringen lijken wel heel erg op elkaar. Ik heb het idee dat... dezelfde locals heel erg roleren in de scene. Ja. En dat sommige dingen... ja, een boel feesten voelen niet heel erg fresh, voelen niet heel erg nieuw. Ik heb het idee dat er wel wat nieuws mag gebeuren. Dat de boel even weer mag worden opgeschud. En de vraag is natuurlijk, is Club Raam die plek? Niels, je bent er geweest? Ik word meteen weer voor het blok gezet, zeg maar. Nee, sorry, ik was op een bruiloft. Jij bent er wel geweest, toch, Manu? Ja, ik ben er zeker geweest. Ja. Ik vond het een hele coole plek. Ik vond vooral... ja, toen ik bij Raam was, toen besefte ik meer des te meer van hoe belangrijk de indeling van een gebouw is. De clubruimte zelf. Weet je wel, dat de space... uit, wat is het voor ruimte? Ze hebben twee verdiepingen. Je hebt beneden een zaal. Ze hebben een soort van een wat kleiner zaaltje beneden. En boven hebben ze een wat grotere zaal waar ook ramen... weet je wel, je hebt gewoon daar grote ramen... of daglicht. Raam is niet goed, toch, voor een club? Ja, weet ik niet. Ik vond het bijvoorbeeld bij de school had je natuurlijk het muzieklokaal. En daar was het daglicht op een bepaald moment. Weet je, als je daar de zon zag opkomen of ondergaan, dan kon het vrij magisch zijn. Ja, dat klopt. Ja, en ik vond dat ook bij Club Raam wel. Er zat een goede vibe aan of zo. En ze hebben een hele mooie bar. Het ziet er gewoon heel erg goed uit. En ja, je merkt dan toch dat echt veel doet met je beleving als clubber. We moeten even naar Sven Bijma gaan, want die is een van de bazen, een van de oprichters van die club. En een jaar geleden, toen wilden we ook graag iets doen met Club Raam, we wilden er graag heen. Maar dat kon niet, want ze mochten niet open. Het was ADE en het moest gaan gebeuren. Ze zouden eigenlijk een week voor ADE open gaan. Maar ja, ze stonden in die tijd gewoon met hun hoofd tegen de muren te bonken van frustratie. Een flashback en een verhaal over hoe het nu gaat. Vorig jaar was het zo dat wij een beetje tegen... ja, dat we eigenlijk in drie stappen op onze bek geslagen werden. Ja. Want in eerste instantie hoorden we rond 4 oktober, dat was vorig jaar, of vorige week was ons jubileum. Toen hoorden we voor het eerst dat we niet open mochten. Toen werd ik gebeld door de wethouder, herself. Dat was een week voordat je open zou gaan eigenlijk? Ja, dat was de week van de opening zelfs op 4 oktober. En we zouden geloof ik op
We zaten op 7 of 8 en 8 oktober zouden we openen. En toen werd ons voor het eerst verteld, jullie mogen niet open. En toen, maar we gaan echt ons best doen om het voor elkaar te boksen. En toen hoorden we de week erna weer dat het ook toen niet ging lukken. Maar dat we voor ADE ervoor gaan zorgen dat jullie een evenementenvergunning gaan krijgen. En toen hoorden we 2 dagen voor ADE dat die evenementenvergunning niet verleend werd. Dus ja, zeg maar, ja, het is een hat-trick. Bizar. Ja. Maar hoe kwam dat als een donderslag bij heldere hemel? Of, want je zou denken, als je bijna open gaat, dan heb je die vergunning al lang binnen. Maar of gaat dat niet zo? Zo gaat dat niet, helaas. En zo gaat het ook in een heleboel, in de evenementenindustrie gaat het helaas niet zo. Je bent vaak aan het anticiperen op iets, wetende of iets doorgaat. En dat schat je dan realistisch in. En wij hadden het zo realistisch ingeschat dat we wisten dat het goed zou komen. Ook omdat de gemeente zelf, en daarmee bedoel ik Touri Emiliani en gewoon überhaupt de afdeling kunst en cultuur, eigenlijk dat ook heel positief inzagen. Om een voorbeeld te noemen, een festival als Dekmantel is nu al bezig met de line-ups voor volgend jaar, maar heeft ook de vergunning nog niet binnen. Dat is heel normaal. Ik weet dat ik een festival als voorbeeld noem, maar kan je vertellen dat een heleboel clubs in het verleden ook zo hebben gewerkt. Dus ja, dat is een vrij normaal. Maar was het een donderdag bij heldere hemel, zoals je het vroeg? Ja, dat was het eigenlijk. Nou, vooral die derde keer was het een donderdag. Was het een nog heftigere donderslag. Goedemorgen. Omdat was ons eigenlijk toegezegd dat die evenementenvergunning speciaal voor ADE, zodat ADE dan sowieso door kon gaan. Ja, dat leek erop dat die gewoon ging komen. En toen kwam die niet. Dat was echt de grootste klap. Maar liep het nou op stuk? Want er was gedoe met de buren, maar er was gedoe met de uitvoering. Waar ging het nou uiteindelijk mis? Nou, als je onder de buren het havenbedrijf Amsterdam verstaat, dan was het gedoe met de buren, ja. Maar voor de rest hebben we met de buren eigenlijk hier een heel goede relatie. Daarnaast, wat versta je onder de buren? Heb je het dan over bedrijven of heb je het over mensen? Want er woont hier niemand. Het was voornamelijk het havenbedrijf wat de omgevingsvergunning niet zag zitten. En daarna ging de provincie zich er ook mee bemoeien. En daardoor was het gewoon heel moeilijk ineens voor de uitvoerende diensten om die vergunning te verlenen. En we merkten ook gewoon dat er heel veel tegen werd gewerkt. We voelden ons echt gesaboteerd op heel veel momenten. Maar je zou denken, wat heeft het havenbedrijf nou voor problemen met een paar mensen die in het weekend komen dansen? Ja, maar kijk, dat kun je inderdaad zeggen, maar dan ken je de Nederlandse bureaucratie nog niet. Want zo zit het niet. Nee, zij hebben het over geluidsruimte gehad. En ze zeiden, ja, zij nemen als nachtclub veel te veel geluidsruimte in. En dat is ruimte die wij hebben, want dat is allemaal vastgelegd in landen als Nederland. Zeggen, ja, dan kunnen wij minder geluid maken. Want ja, dus er is een totaal aantal hoeveelheid geluid die in dat gebied gemaakt mag worden. En daar wordt eigenlijk, jullie geluid wordt opgeteld bij dat van het havenbedrijf en eventuele andere geluidsmakers in het omgeving. En dat moet onder een bepaald niveau blijven. Ja, dat is een beetje hoe ze het zien. En zo'n regeling houdt geen rekening met of wij in het weekend open zijn en andere bedrijven door de week. Want wij opereren natuurlijk alleen maar op vrijdag, zaterdag, zondag. Als een heleboel andere bedrijven hier gewoon op een gat liggen. Maar daar wordt geen onderscheid in gemaakt. En er wordt ook geen onderscheid gemaakt in het feit dat we hier naast de A5 zitten, waar ook gewoon continu auto's langs rijden. Dus het is zo krom als een gek. Ja, dus jullie kwamen in een soort van Kafkaeske situatie terecht, waarvan je aan de ene kant heb je een document in je handen hebt waarin de wethouder zegt, wij vinden nachtcultuur heel belangrijk. Ja. En aan de andere kant is er de bureaucratie van een geluidsruimte en bedrijven die elkaar de tent uitvechten in feite. Ja. Hoe is dat uiteindelijk opgelost? Ik denk dat er een combinatie is geweest van de gemeente die heel hard achter de schermen is gaan werken met praten met mensen en het stadsdeel en de haven en wij zelf die als een malle zijn gaan lobbyen. En ik denk dat we uiteindelijk, het is natuurlijk heel kut, hè, want je maakt een keuze met hoe gaan we ervoor zorgen dat we open kunnen. Je komt op een bepaalde manier best wel bewust, of dat doe je zelf, heel negatief in het nieuws.
het is helemaal niet leuk. Want toen we aankondigden dat die club er was, was er zoveel positiviteit. Mensen hadden er zoveel zin in. Het was echt een... Nou, we merkten echt dat het was echt een buzz eigenlijk. En als er dan dit soort dingen komen, dan moet je ervoor kiezen om daarmee naar de pers te gaan. En dat is heel erg negatief. Helemaal niet leuk. We willen godverdomme gewoon een club openen. Ja. En, dus ja, maar ik denk wel dat dat ook heeft bijgedragen. Onze media-momenten, zeg maar. En de manier waarop we dat hebben gedaan, hebben denk ik wel ook bijgedragen. Ik denk wel dat het... Ja, ik had het liefst dat ik gewoon een beetje op positiviteit willen blijven zitten. Maar ja, dat was natuurlijk gewoon een kutsituatie. Ja, hoe zie je die verhouding tussen die visie van de wethouder, van de gemeenteraad, op nachtcultuur en het zo moeilijk zijn van het opengaan? Hoe laat zich dat rijmen? Nou, dat is dus het hele lastige. En daar zijn we deze hele... Nou, die hele periode... achtergekomen, en als ik zeg periode bedoel ik eigenlijk een jaar, anderhalf, is dat we leven in een land waar je als gekozen politicus beleid kunt maken en dat beleid wordt gesteund door een gemeenteraad en door een college van BMW en op landelijk niveau door een Tweede Kamer. Maar dan ben je dus gekozen, dat is democratisch. Maar vervolgens moeten uitvoerende diensten, zoals een omgevingsdienst of ruimte en duurzaamheid, whatever, die moeten dat allemaal gaan vormgeven. Die moeten het gaan doen. En daar ligt dus nog best wel een hoop macht. Dus die diensten die kunnen nog zeggen, ja, sorry, maar dit is wettelijk niet te regelen. En dan kunnen ze het alsnog dwarsbomen. Dus een gemeente, die wil meer nachtcultuur, die wil daarin investeren. Zijn het ook aan het doen. Alleen, die lopen gewoon echt aan tegen mensen die al jarenlang bij die diensten werken, die zo goed in de materie zitten, de wettelijke materie, dat ze gewoon dat echt kunnen tegenwerken. Dat gebeurt denk ik niet alleen op regionaal niveau, op gemeentelijk niveau. Het gebeurt denk ik ook op landelijk niveau. Een voorbeeld is wat Ilja Leonard Vijver die zei over... het vorige kabinet wilde de BTW op groente en fruit naar beneden halen. En de Belastingdienst heeft daar een stokje voor gestoken. En heeft gezegd, dat kan niet. Dat is toch eigenlijk God geklaagd? Dat is toch ondemocratisch? Dat een uitvoerende dienst zegt, dit kan niet. Maar daar zijn wij tegen aangelopen. Ja, je bent inmiddels open en al een paar maanden ook. Maar je bent er nog steeds boos over eigenlijk. Ik ben er nog steeds boos over, maar ik heb ook wel heel veel andere dingen aan mijn hoofd. Bijvoorbeeld het maken van een heel vet programma en echt een hele sick club hier neerzetten. En we zijn inmiddels een nieuwe zaal aan het bouwen. Dus ja, het klinkt alsof ik er boos over ben nog steeds. En dat ben ik denk ik ook. Maar ik probeer er ook vooral helemaal niet meer heel veel aan te denken. En ik ben... Nee, over het algemeen ben ik best wel positief geluimd. En wat ik al zei, ja, we hebben zoveel vets hier in deze club. Dat is veel leuker. Dat is het ook. En laten we daar bij stilstaan. Want wat heb je nu staan? Want je bent open gegaan en er komt nu iets bij. Leg eens uit hoe die fases verlopen. Ja, we gaan eigenlijk een nieuwe fase in inderdaad. Daar komt het een beetje op neer. Nou, toen wij openden was het natuurlijk eigenlijk best wel in een periode waarin... waarin we eigenlijk niet wenselijk om dan een club te openen. We stonden eigenlijk gewoon aan de vooravond van het begin van het festivalseizoen. Hè, want we zijn half april geopend. Alleen ja, we moesten natuurlijk open. We konden niet zeggen, we wachten nog even tot na de zomer, dan kom ik goed. Want dat kon niet. Dus toen zeiden we, oké, we gaan het doen. Alleen hebben we besloten, dan gaan we iets uitgekleder open. Dus we gaan niet elke keer twee zalen. We gaan wat rustiger beginnen. Eigenlijk ook een hele gezonde manier om erin te glijden. Nu is dan het clubseizoen begonnen. We hebben de tweede zaal, of eigenlijk derde zaal moet ik zeggen, hebben we gebouwd. De expo. We werken nu met de studio en de boutique. En de boutique is een beetje en een chillruimte, maar is ook een dansvloer. Wel een heel leuke combinatie. Echt een heel, heel erg cute zaaltje is dat. Heel veelzijdig ook. En de expo wordt dan middelgrote dansvloer. Zit een beetje in het midden tussen
tussen de studio en de expo. Wel echt een vette zaal, veel hogere, een hoger plafond. Veel donkerder. Een vet Function One systeem komt erin, een nieuwste Function One. En we hebben daar gewoon lekker een beetje een tegencontrast. Waar we andere zalen hebben die veel lichter zijn. En dus die lage plafonds heel intiem. Wordt dit wat, is ook wel intiem, want het is niet een mega grote dansvloer. Al denk ik wel echt dat je dat niet gaat merken. En je hebt ook een broedplaatsfunctie als club. Wat houdt dat in? Ja, nou dat is dus heel fijn. En daarom, dat vind ik, dat staat heel mooi aan op wat je net aangaf. Want hoe zie je inderdaad dat die gemeente dat steunt? Nou, die gemeente ondersteunt dat heel erg. En we zijn eigenlijk vrij snel in gesprek gegaan met hen over het beginnen van de eerste nachtbroedplaats van Amsterdam. Amsterdam heeft natuurlijk al broedplaatsen waar kunstenaars eigenlijk hun betaalbare werkplekken kunnen hebben. De LTS naast de school is bijvoorbeeld zo'n broedplaats. Of broedplaats ACTA heb je bij Radion. Dat zijn eigenlijk overwegend broedplaatsen die zich niet specifiek... Er zullen ook kunstenaars zitten die in de nacht werkzaam zijn, maar minder daarop toegespitst. En bij ons gaat de echte focus zijn op die nachtcultuur. En wij proberen daar wel echt een queer twist aan te geven. Dat is wat we nu gaan worden. En dan zul je vragen, wat is daar dan de definitie van? Nou ja, dat weten we eigenlijk nog niet, wat de definitie van een nachtbroedplaats is. Want ik weet dat we kunstenaars plek willen gaan geven, mentorschappen willen gaan aanbieden. Dus mogelijkheden om met meer gevestigde kunstenaars te gaan werken. Maar we willen ook plek gaan bieden aan misschien muziekproducers, videokunstenaars, lichtkunstenaars. Of performance kunstenaars. Maar we hebben gewoon best wel wat ruimte. En we willen heel graag dat die benut wordt op die manier. En het mooie is dat werk wat ze daar gaan ontwikkelen, dat kunnen we ook in de club weer terug laten komen in de nacht. Ja, je wordt eigenlijk een soort levend museum wat dat betreft. Dat is zeker wat het is. Ik denk sowieso dat een nachtclub het ultieme museum is eigenlijk. Na die kutperiode merk je ook gewoon, het is ook gewoon weer fucking leuk. Het is ook gewoon waarom we dit waarom we dit deden. Zeg maar de redenen waarom we deze club wilden openen, dat begint zich zo langzaam weer te tonen. Dus al die negativiteit en het kutte gevoel, dat is gewoon weer aan het verdwijnen. En we zitten nu in een fase in waarin we echt kunnen laten zien wat we voor ogen hadden. En waarin we echt die club die wij wilden bouwen, die gaat nu gewoon tot zijn recht komen. Ja, ik vind dat hij het heel goed uitlegt. Echt heel goed uitlegt. En ik ben ook heel erg benieuwd naar, weet je, want hij zegt van, we gaan nu de club zien die we voor ogen hadden. Ik heb het idee dat we toch vooral de afgelopen tijd bij Club Raum, toen ik er was geweest, inderdaad een soort van Raum Light versie nog hebben gezien. En wat ik wel tof vond om te merken was dat, kijk, toen Raum opende, kijk, het is echt een queer club. Het is ook heel erg aangekondigd als queer club, een space voor de community. Vanuit Speelruim begonnen. Precies, vanuit Speelruim, wat ook echt een feest is, waarbij het beleid heel erg was van, dit is een plek voor queers en je mag wel komen als hetero, maar hou je aan de regels en wees ervan bewust. Ja, precies, wees ervan bewust wat voor ruimte je inneemt en probeer jezelf daarin in te passen, want dit is niet jouw plek. En wat ik dan toch wel merk, was ook van, ja, ik weet niet of je met een pure queer club in Amsterdam iedere week je club kunt vullen. En ik heb het idee dat ze nu met het programma dat ze hebben aangekondigd voor november en ook voor ADE, want dan gaan ze dus een avond met Kloon doen. Een Rotterdams label natuurlijk. Mm-hmm. Dat ze toch wat meer een verbreding proberen op te zoeken en juist voor een wat breder publiek een club willen gaan zijn. En ik denk dat heel erg cool is dat ze ook dat die ambities wat breder worden. En ja, daardoor maakt me ook heel erg benieuwd naar wat voor plek zij kunnen gaan invullen in het Amsterdamse clubleven. We gaan het komende week zien alvast, want dan zijn ze volop in bedrijf met een nieuwe ruimte. Dus ik ben heel benieuwd. Door naar de conferentie dan. Want naast eindeloze feesten tot diep in de ochtend is er natuurlijk ook een conferentie waar allerlei artiesten te gast zijn. Hot topics worden besproken. Timbaland gaat in gesprek met Martin Garrix. Ik ben benieuwd hoe dat eruit gaat pakken. Marlon Hofstad, de man van het moment, die gaat vertellen over zijn nieuwe AV-project. Er wordt gesproken over duurzaamheid, over ticketing, over tech. En toen ben ik eens gaan kijken in het programma, hoeveel panels gaan er eigenlijk over AI?
op het eerste gezicht niet zoveel. Hoe zit dat, Wieger Troost, hoofd van de programmering? Nou, dat is een goede vraag. We hebben niet heel veel panels waar heel specifiek in de panel tekst staat AI. We willen ook een beetje voorkomen dat het voelt alsof we op een bepaalde hype meespringen. Maar het wordt wel degelijk besproken. Komt ook een beetje met vorig jaartje bijvoorbeeld. Vroeg iedereen waar zijn alle NFT-panels. Maar het is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van de industrie. Ik bedoel, de muziekindustrie, allemaal de elektronische muziekindustrie, draait natuurlijk heel veel om tech. Nou, heb je aan de industriekant, dus alle platformen waar je muziek luistert of dingen consumeert. Of aan de makerskant, waar je natuurlijk nu steeds meer met AI ook kan spelen. De grotere platformen en bedrijven waar we ook mee werken, die ook sessies doen bij ADE, die gaan over het algemeen, dat noemen we een beetje de business insider knowledge, essential insider knowledge. Dus een beetje te kijken waar die bedrijven op dat moment staan en inzicht te geven op waar het bedrijf of bepaalde functies van waar ze mee bezig zijn en naartoe gaan. Dus daar wordt dingen als data en AI over het algemeen heel veel benoemd. Bandcamp, SoundCloud, Spotify, die werken heel veel met de AI. Vooral op marketingdoeleinden en gewoon om te zorgen dat jij als consument niet zelf door alle tienduizenden dingen hoeft te scrollen, maar dat ze op maat bepaalde dingen voor jou zoeken. Ja, daar gaat het eigenlijk voor een belangrijk deel over. Er komt heel veel data op je af. En hoe kun je daar nou op een slimme manier wat mee doen? Precies dat. Op die vlakken wordt AI het meest gebruikt. Als je het hebt over de consumenten, zeg maar de B2C consumentenplatformen. Ja, en dan heb je de andere kant. Dan heb je dus de makers, de DJ's, de producers. Wat zijn de dingen waar jij van denkt van nou, dat willen we graag presenteren. Daar zit echt innovatie waar je als DJ echt wat aan hebt. Ja, nou, en dat is natuurlijk, dat wordt steeds interessanter nu natuurlijk voor makers om met AI dingen te doen. We hebben bijvoorbeeld met Reinier Sonneveld een panel of eigenlijk een soort case die hij gaat uitleggen hoe hij van zichzelf een digitale tweeling heeft gemaakt, die hij ook heeft getraind met zijn eigen muziek en zijn eigen manier van draaien. Waar hij ook afgelopen zomer een festival voor heeft opgezet. Waar hij dus back-to-back met zijn digitale twin gaat. En dan gaat hij hem uitleggen hoe hij dat project heeft opgezet en hoe je daar zelf dus ook als artiest of als maker of als DJ op een slimme manier gebruik van kan maken. En daarnaast hebben we bijvoorbeeld we hebben eigenlijk één panel en dat was meer een panel setting, een soort nieuwsflash is dat. Die bereiden we ook pas de avond ervoor voor. En dan gaan we gewoon alle actuele dingen die spelen op het gebied van de AI, komen daar als een soort nieuwsflash, komen ze daar langs. Dus dat is, dan ben je eventjes helemaal bij. Hoef je niet alle blogs en media af te struinen. De andere dingen proberen we zoveel mogelijk hands-on te doen in masterclass-achtige settings. Zodat je er ook echt wat van leert, dat je niet aan het luisteren bent, maar dat je er ook echt ermee aan de slag gaat. Een belangrijke is bijvoorbeeld, maar we hebben bijvoorbeeld ook een partij, DJOID, die helpt jou zelf playlists maken. Dus je hebt natuurlijk je eigen smaak al qua draaien. Maar er komt helemaal in die elektronische wereld, komen er volgens mij op sommige platformen bijna 10.000 nummers per dag worden er geüpload. Ja, ja. Dus probeer daar de weg maar eens in te vinden. Ja, dus die kunnen jou helpen met jouw playlist up-to-date houden of te vernieuwen. Wij zien ook AI bij de meeste partijen met wie we spreken ook altijd. Het zal altijd een tool zijn die je moet leren kennen. Ze zullen je nooit kunnen vervangen. Althans, er zijn ook wel mensen die zelf geen muziek kunnen maken en nu AI het laten doen en het uploaden op Spotify en proberen op die manier geld eraan te verdienen. Ja. Maar wij zitten meer in de sfeer, hoe kan jij als artiest zelf de tools beter begrijpen om jou gewoon beter te maken en vollediger te maken als artiest. Zodat je gewoon tijd bespaart op veel vlakken en creatiever kan worden. Ik denk dat er een heleboel DJ's zijn die op ADE rondlopen en die denken, AI DJ, dat is echt my worst nightmare. Ja. Wat komt er allemaal aan? Wat gaat ons kapot maken? Ik zag ook een panel dat heette Can the Law Save Us?
From Extinction eigenlijk. Het ja. is natuurlijk een vraag die ook door de grote platenmaatschappijen al eerder is gesteld. Hè? De Universals van deze wereld hebben we ook al eens een keer aandacht aan besteed in de machine. Ja. Zijn natuurlijk al eigenlijk sinds begin vorig jaar bezig om die kruistocht te gaan voeren. En te kijken wat ze ermee moeten. En wat er juridisch en rechtentechnisch allemaal aan consequenties aan hangt. Wat ook heel verstandig is, dat ze het eigenlijk voor willen zijn. Ja, ik denk dat ze daar geleerd hebben bij de digitalisering aan het begin van deze eeuw en de Spotify's. Dat je er beter kunt meewerken of in ieder geval je kunt verdiepen in wat de techniek is. En natuurlijk heel voorzichtig moet zijn en niet altijd overal maar ja moet zeggen. Zonder dat je hebt nagedacht over de consequenties. Maar wel ook niet meteen halstarrig op alles nee zeggen. Er zijn natuurlijk allemaal samenwerkingen en initiatieven waarbij je ziet dat de grote jongens, Universal voorop, omdat dat de allergrootste is, al in samenwerkingen en in ieder geval verkennende organisaties gaat zitten om te kijken waar ze het precies over hebben en hoe ze dat kunnen afdekken om te zorgen dat ze hun kroonjuwelen beschermen. Eén ding dat we natuurlijk sowieso zien is dat de techniek van het DJ'en steeds makkelijker, eenvoudiger, toegankelijker is geworden. Ja, ik weet niet of ik makkelijker als eerste in mijn mond zou nemen als ik dit verhaal hoor. Nou, ik denk dat het instapniveau is veel lager geworden. Dus in principe zijn de opties veel groter als DJ om, ja, hoe zeg je dat, technisch gewoon veel ingewikkeldere sets neer te zetten. Maar tegelijkertijd is het veel gemakkelijker om op een niveau te komen waarbij je gewoon een leuke set kan draaien. Ja. En ik denk dat wat betekent dat nou eigenlijk? Dat is de vraag. Wat betekent dat? Bij het horen van dit verhaal van Wieger moest ik als eerste denken aan een onderdeel van ADE waar wij de afgelopen het meest enthousiast over waren. Die stooravond in Paradiso, zeg maar, waarbij Speedy Jason jam sessie. Ja. Met hardware. Ja, daar moet ik meteen aan denken. Daar nodigde hij volgens mij altijd, stonden er vier mensen op het podium, maar jij was erbij, dus je kunt het misschien beter vertellen. Inclusief hij zelf. Ja, waarbij de basis altijd het eigen producties en het eigen materiaal volgens mij van de aanwezige DJ's / producers was. Ik zal even voor jullie nooit geweest even uitleggen hoe dat werkt. Store vindt plaats in Paradiso en er staat een grote tafel midden in de zaal. Dus niet op het podium, maar op de vloer. En daarboven hangt een soort lichtzuil waarop je een soort van visuals geprojecteerd ziet. Maar eigenlijk gaat het vooral om die tafel. Die staat vol met gear. Drumcomputers, samplers, alles wat je kan bedenken, synthesizers. En er zijn dus vier mensen uitgenodigd door Speedy J die avond om te gaan jammen. En die bouwen dus voor je neus, zonder dat ze echt fysiek kunnen overleggen, muziek voor je neus. En dat is echt heel vet. Jij bent er ook een keer geweest, toch? Ja, zeker. Ja, ik vond het echt heel Ik cool. vond dat, de keer dat ik er was, vond ik dat het allervetste wat ik die hele ADE heb gezien. Ja. Omdat je gewoon echt met open mond staat te kijken hoe dat werkt. En Speedy J staat daar als een soort regisseur die al die kanalen te managen. Een soort motherboard, ja. Ja, een soort motherboard. Dat gaat echt over hardware. Het gaat echt over wat kan ik met een drumcomputer, wat kan ik toevoegen aan het geheel? Hoe bouw ik laag voor laag iets op met vijf man? En dit zijn natuurlijk ambities die heel veel elektronische muzikanten, DJ's, producers eigenlijk al sinds het begin van de jaren 90 hebben. Hè? De eerste grote festivaloptredens toen, ik denk dat dat bij een van de eerste edities van Lowlands was, dat je de Bravo, want toen had je alleen maar de Alfa en de Bravo, waar zeg maar de grote toenmalige crossover acts zoals de Chemical Brothers, Underworld, Orbital kwamen. Die wilden eigenlijk ook allemaal die vrijheid van het jammen en van een echt live gevoel toevoegen aan hun DJ-sets en hun eigen producties. Dat streven die mensen allemaal al jaren, al decennia na. En ik heb het gevoel dat AI op dat vlak echt een groot verschil kan maken. En het gevoel van live rondom een DJ-set of rondom een elektronische producer vele malen kan vergroten. Oké, maar nu staat Speedy J staat er met Dasha Rush en met Rothead en met noem ze allemaal maar op. Donato Dossi. Dat zijn natuurlijk allemaal legends. Maar je kunt je ook voorstellen dat Reinier Sonneveld dit dus kan met vier klonen van zichzelf. Ja. Ja, is dat dan vet? Ja, als we naar Tupac gaan kijken in een... Ik ga niet naar Tupac een hologram kijken, hoor. Nee, ja. Nee, maar is het dan vet? Raak je daardoor getriggerd? Het spreekt wel tot verbeelding. Maar ik weet niet, zeg maar, of ik het voorbij de gimmick interessant zou blijven vinden. Een soort van, het lijkt me heel erg interessant om één keer naar zo'n optreden te gaan. Maar dan ben ik benieuwd of ik al snel zou... Want wat ik bijvoorbeeld zo vet vond aan Store was dat je ook de chemie voelt ontstaan tussen die vijf artiesten die allemaal continu met elkaar in een soort muzikaal gesprek verwikkeld zijn. En dat je ook heel erg voelt van, het kan ieder moment misgaan. Er is een spanning, weet je wel. Terwijl met AI, zeg maar, de foutjes, die worden er in principe uitgeprogrammeerd. Nou, dat toch? Denk ik. Ik vind dat jij heel goed samenvat wat volgens mij waar het interesse, het punt zit waarin het interessant wordt. Dat is dat woord chemie. Dat is het
keyword, zeg maar. En AI, ik bedoel, ik heb platen opgenomen met artiesten die zeker wisten dat ze alle fouten uit hun opnames hadden gehaald. En dat werden gewoon zieloze opnames. Dus ik denk dat de echte producer, echte creatieve mensen altijd naar die chemie op zoek zijn. En daarvoor weten dat ze de foutjes nodig hebben. Ik bedoel, het is weer een boomeropmerking van de bovenste plank. Maar het feit dat Ringo af en toe niet helemaal rechtuit drumde, maakt natuurlijk waarom die Beatles opnames zo goed zijn. En dat geldt denk ik voor heel veel muziek. De menselijkheid die we erin willen horen, die met een soort toeval of met een soort geregisseerde of misschien zelfs wel ongeregisseerde foutjes samenhangt. Daar zullen je ook met AI en met die DJ's zullen die daar op zoek blijven. Want dat maakt het menselijk. Als het allemaal foutloos is, is het vaak helemaal niet interessant. Dat vinden we volgens mij allemaal hier aan tafel. Ja, maar tegelijkertijd denk ik wel dat, stel je, weet je wel, je bent een DJ en je bent ook echt een soort technische wizard, zoals Avalon Emerson. Die heeft een keer een hele leuke, bij Resident Advisor heb je zo'n leuke serie, The Art of DJing. En dan leggen DJ's uit wat ze technisch allemaal aan het doen zijn. En hoe ze dat van tevoren hun record, weet je wel, een recordbox inrichten. En hoe ze dat vervolgens allemaal weer inzetten die op het moment dat ze aan het draaien zijn. En zij werkt bijvoorbeeld heel erg van tevoren ingestelde cue points, zodat ze alles zo snel mogelijk kan schakelen eigenlijk tijdens haar DJ-set. En ik kan me wel voorstellen dat weet je wel, AI kan dat soort processen gewoon veel gemakkelijker maken, waardoor je veel sneller kan schakelen, waardoor je waarschijnlijk als DJ gewoon veel sneller door een grotere rotatie van tracks kan gaan in een kortere periode, in plaats van dat je het allemaal weet je wel, selecteren en dan heb je weer, weet je wel, moet je weer 1 week bezig zijn, dan kan je weer die set draaien een hele week of 2 weken, weet je wel, en dan ga je weer doorroteren. Misschien kan dit die doorloop gewoon sneller. Ik denk het ook. Ik denk ook dat je vooral moet denken aan AI als assistent, waardoor je processen sneller kunnen gaan. En waardoor je dus inderdaad dingen kan die je nog niet kon. Mm-hmm. En dat kan dus met het pure DJ te maken hebben. Dus bijvoorbeeld, Wieger had het onder andere over een tool waarmee je je library kan ordenen. Mm-hmm. Nou, dat kan dus on the spot. Als je op het podium staat, kan dat natuurlijk een uitkomst zijn. Dat je USB-stick wil doorzoeken van, ik heb nu een track met vocals nodig. Geef me alle tracks met vocals. Ja. Yeah. Dat kon natuurlijk 20 jaar geleden niet. Of je moest door je platenbakken heen, whatever. Dat kan natuurlijk veel beter. Yeah. Die AI kan ook alvast cue points voorstellen. Ja, precies. Je weet waar de drop zit. Moet je dat van tevoren doen, inderdaad. Ja, terwijl, ja, nu moet je van tevoren zo allemaal mapjes maken met dit heeft vocals en dit is dit ppm en wat dan ook. Maar het is natuurlijk super chill als dat gewoon allemaal on the spot kan. Ja, en ik moet meteen ook denken aan bijvoorbeeld de jaarmix van Sander, die we maken voor de Song van het Jaar, zeg maar, waarbij hij altijd stukjes laat horen als hij daarmee bezig is in de maanden november en december. Dan knipt hij heel vaak, is hij altijd op zoek naar a cappella vocals, zeg maar, omdat die heel erg van pas komen om platen aan elkaar te mixen en daar mashups van te maken. Dat soort dingen, die daar zie je op YouTube staan er altijd al die a cappella vocals. We hebben het er ook wel eens een keer over gehad dat de hip-hop platen topnotch een goede business zou hebben als ze die dingen los zouden aanbieden. Dat deden ze op een gegeven moment ook wel. Dat is de vocal-only track op Spotify. Ja, en gewoon voor DJ's om edits van te maken. Precies, en op dat vlak denk ik dat AI ook veel meer mogelijkheden biedt en on-the-spot dingen als DJ, je als DJ on-the-spot dingen kunt produceren en maken. Ja, dus je bedenkt eigenlijk, ik wil nu een edit maken live op het podium van met een vocal van deze plaat en de instrumental van die. En ik denk dat je als DJ dan dus nog altijd de laatste C hebt in wat ik nu gevraagd heb aan AI. Vind ik dat cool? Ga ik dat opzetten? En daar zit natuurlijk die selectorachtige functie in, die bepaalt of iets tof is of niet tof is en waarmee je je eigen smaak en kleur kunt geven aan een set. Ja. Ja, ik denk ook dat je vooral moet denken aan dingen die je zelf nu nog niet kan. Dus misschien ben je wel ontzettend tevreden met je eigen technische skills als DJ. DJ Jean. DJ Jean. Wheels of Steel. Maar kan DJ Jean ook visuals maken bij zijn sets? Nee, maar ik heb wel gezien in een of andere appgroep dat DJ Jean heel goed kan scratchen. Ja. Oh. In de Beat appgroep. Ja. Shout-out naar de Beat. Maar dat zijn natuurlijk de dingen die interessant zijn. Dus je kunt iets al. En wat kan je nog niet? Of wat kan sneller of makkelijker worden? Om nog maar te zwijgen over de dingen die je eigenlijk wil uitbesteden aan iemand anders. Je social media of je marketing. Toch, Niels? Ja, zeker. Zeker. Dat, op dat vlak hele marketingplannen en ideeën daarvoor kun je uitrollen. En ik denk dat het inderdaad de samenvatting is, die assistant functie. Dat je op ideeën kunt komen, suggesties kunt kijken, maar dat je altijd nog een soort laatste curerende rol als maker, producer, marketeer, DJ, noem het maar op, hebt om te bepalen wat je wel en wat je niet gebruikt. Ik heb het idee dat op ADE, bij al die panels, bij heel veel mensen het kwartjes gaan vallen dit jaar. Van oké, wacht even, maar dit wil ik wel. Ja. En voor de een is dat back-to-back gaan met je eigen clone.
En de ander zal denken, ja, ik ga liever back-to-back met Donato Dossi. Zou ik ook willen. Maar visuals vind ik wel vet. Of als iemand mijn Instagram post kan maken. Ja, ik heb de indruk bij jullie altijd dat jullie vinden dat we aan één Reinier Sonneveld genoeg hebben. Ga ik verder niet op in. Hij is weer een van de hotshots, hè, deze AD, Reinier. Ja. Nou ja, goed. Ik denk dat er kwartjes gaan vallen. En ik ga ook op zoek naar leuke verhalen. Misschien kunnen we op de conferentie nog wel een leuk onderwerp scoren voor de volgende week. Of over 2 weken moet ik zeggen. Want volgende week hebben we dus The Prophet en Arne. Maar we gaan ook gewoon dansen, toch? Natuurlijk. Echt heel veel zin in. Wat wordt het feestje waar je het meest naar uitziet? Nou, ik ga dus zaterdag bij Raum kijken. Bij die Weekender. Bij die Weekender. Nou, daar heb ik super veel zin in. Dan gaat die nieuwe zaal dus ook open. Heel benieuwd hoe dat eruit ziet. En zondag ga ik naar Coda bij Lofi. Een technofeest met allemaal hele coole deep techno artiesten. En volgens mij is dat een techno-walhalla. Dus ik heb er zin in. Top. Heel goed. Goed, dit was de machine voor deze week. Volgende week dus een ADE special al daar. Meld je vooral eventjes bij ons op social media als je in die appgroep wil. Er staat een link op de Twitter van 3 of 12. Maar je mag ook een DM'tje sturen als je die niet kan vinden. Meld je aan en we gaan zien. En we hebben ook gewoon een bericht op 3 of 12 staan waar volgens mij alles in gelinkt staat. Oh, oké. Okay. Oh, ja. Nou, goed. Dit was de machine voor nu. Tot volgende week. 3FM Podcast. De deuren van het lesbische clubhuis zijn weer geopend. Hoi, Vera hier. Samen met Anne Fleur Schipper maak ik de podcast De Lesbische Liga. Daarin hebben we het uitgebreid en vrij schaamteloos over de beste en soms ook de slechtste queer films en series. Onze obsessies met lesbians, maar ook belangrijke levensvragen als: kun je wel vrienden zijn met je ex? En we spreken onze favoriete rolmodellen. Van Claudia de Breij en Francine Omen tot Freesia Cousinho Arias en Merel van Dongen. Make Lesbi Great Again. Luister De Lesbische Liga in je favoriete podcast-app.